Heeft u schouderklachten, dan kunt u oefeningen doen die stijfheid en verslechtering misschien kunnen voorkomen. Vindt u de schouderoefeningen uit dit filmpje te moeilijk? Ga dan naar het filmpje Schouderoefeningen stap 1 voor de eerste 3 oefeningen. We beginnen hier met oefening 4, de elleboogklem. Ga rechtop zitten op een kruk. Vouw uw handen samen in uw nek en druk uw ellebogen zo ver mogelijk naar achteren. Druk daarna uw ellebogen voor uw kin tegen elkaar. Druk de ellebogen weer zo ver mogelijk naar achter. Blijf goed rechtop zitten. Herhaal de oefening. Oefening 5, de helpende hand. Ga rechtop zitten op een kruk en kijk recht voor u uit. Leg beide handen op uw rug. Probeer uw handen langs uw rug omhoog te brengen. Daarbij mag de hand van de gezonde schouder de hand van de pijnlijke schouder helpen. Probeer nu of u met de 2 handen samen een rondje op uw rug kunt draaien. Alsof er op uw rug een klok staat en u de secondenwijzer volgt. Doe dit 1 minuut. Laat daarna los en laat uw handen even slap langs uw lijf hangen. Herhaal daarna de oefening. Oefening 6, de vorkheftruc. Zit rechtop op een kruk. Kijk recht vooruit. Strek uw armen horizontaal naar links en rechts en buig nu uw armen zodat uw bovenarmen horizontaal blijven en uw onderarmen omhoog wijzen. Draai beide armen nu zo dat uw bovenarmen nog steeds horizontaal blijven en uw onderarmen naar beneden wijzen. Wacht 5 tellen en draai uw onderarmen dan weer naar boven. Herhaal de oefening. Bouw de oefeningen geleidelijk op. Doe elke oefening bijvoorbeeld 5 keer achter elkaar en doe dat 3 keer per dag. Doe het op uw gemak, geen haast, geen kracht. Het mag wel wat gevoelig zijn, maar stop als het te veel pijn doet. Doe de oefeningen daarna voorzichtiger. Bouw langzaam op totdat u na een paar weken alle oefeningen naar elkaar kunt doen en elke oefening 10 keer. Lukt het u om de oefeningen uit beide filmpjes te doen, dan heeft u zo een eigen oefenprogramma waarmee u dagelijks op 6 manieren uw arm en schouder in beweging houdt.